Stopwachter Rick. Ik weet gewoon dat hij gewoon geen F5 aan heeft. Dat hij gewoon... Genaal. Mensen van GamingTubNL, wij gaan verder met video. Ja, hij deed het niet, lol. We gaan beginnen. We gaan doen weer een nieuwe showcase, want hier heb je iets van 86 miljoen dingen gebouwd. We gaan weer beginnen. Bij met elke warp. Warp. Flankery. Arcia. Horsia? Arcia. Arcia, helemaal geen reet gebeurd. Niks gebeurd. Albanië! Dat ja! Dat wil je eindelijk laten zien! Het is een groot hoop! Kut mensen. Hoera! Altair! Wat is hier, wat is hier een Altair voor? Heb je nog wat gedaan net? Helemaal niks. Nee. Rick heeft niks gedaan. Nee, oké. Okay. Angel Island, niks gebeurd. Antigi is de nieuwe stadproject ding. Er komt binnenkort een stad omdat we gewoon dit heel cool vonden en dit is best wel dichtbij. Aris, is we hebben nu een plot twist. Kevin is terug. Kevin, ja, waar zijn dat botje? Oh, Kevin niet stoppen, maar Kevin is weer terug. Hij heeft twee nieuwe huizen gemaakt hier. Oh lol, dat is zo vet. Hey, Erik-Jan! Erik-Jan, TP, TP! De filmpje staat er nog. Je zit er nog! Yes! I know. Hij heeft hem gezien. Wat vond hij ervan? Hij heeft vonden wel grappig. Ik vind zijn huizen wel een beetje raar. Mag ik? Ja, hij heeft, hey, Kevin is dus weer terug, dat vind ik... Oh, what the fuck is dit? Wat? Hé, lol! Pad! Wat is dit pad? Wat is dit? Huh? Hey, hij is gewoon afgevraagd... Hij is gewoon eens een keer gespeeld zonder dat we het wisten, lol. Nou, fijn. Nou, Kevin is dus weer terug. Heel erg nice. Goed. We dachten nooit dat hij nooit meer terug zou komen, maar hij is... Ja. Hey, random joinde die een keertje. Puppetoo Shrine, niks gebeurd, denk ik. Niks gebeurd. Bobble, niks gebeurd. Clycary, daar gaan we dan. Vorige aflevering waren we hier niet heen gegaan omdat we Cody de updates zouden laten doen. Ja, dus. Oké. Okay. Nou, jongens, dus, ik volg jou. Zo, wacht. Maar nee, wacht even. Waar staat dat nou? Zitten met de camera. Waarom gaat het telkens uit? Done. Oké. Okay. Hey. Oké, okay, doe maar. Geef hem maar. Oké, ik ga even naar mijn land, Clycary. Nou, jij hebt een meloen van, maar ja, die heb je lopen. Ja, je moet lopen, dat is leuk voor de lopen. Video. Oké. Nou ja, nou, hey, hier is dus de meloen van. Hebben we al een keer gezien, volgens mij. Wat nog helemaal nee, nieuw nee, is. Nee, hebben ze niet gezien. Nee, hebben ze niet gezien. Nee? Nee. Niet gezien? Nou, dus mijn meloen van. En super gezellig, leuk. Ze zijn allemaal gegroeid. Ja. Ja, dat betekent fit. Want top. Nou, dan gaan we door met, nou, jullie zien daar wel een heel groot kip staan. Heb ik een kip. Dat zagen ze niet, maar oké. Fuck lopen, nou, kijk, hier heb je... Ja, ik loop! Nou, hier heb je dus een kleine kipperschuur, dus niet echt groot en zo. Nou, kom binnen, zou ik zeggen. Dat is mijn kipperschuur. Geen eieren oppakken, en als je er een oppakt, dan moet je het even aan mij geven, want die... Echt, ik moet zeggen, die flauwpots, ik vind het een ongelooflijk slim idee. Het zijn gewoon voerbakken. Ja, maar ik heb daar nooit over nagedacht. Dat is wel grappig, hè? Ja, dat is dus mijn kippenstal, jongens. Kippenhoofd. Kippenhoofd, ja. Bedoel je? Kippenstal? What the fuck is kippenstal? Dat is toch een hok? Hebben jullie al mijn fabriek en zo gezien? Nee. Nee, voor mij hebben ze... Nee, want de vorige keer deed jij niet mee. De vorige keer dat je meedeed was toen met die... toen we een showcase deden, hè? Niet die storyline, maar die showcase bedoel ik. Oh. Dus hebben ze dit niet. Dit vind ik ook vet met die minecarts. Kill, alle deuren staan open. Hoe kan dit? Dat ze niet dicht zijn. Waar zit er een vlieg? Die handen pilletjes weer ontsnapt, gast. Iemand heeft er weer aan. Zullen jullie hier gezeten? Ik hoop dat je snapt dat een villager die minecarts kan tegenhouden. Kijk, nou zitten ze allemaal bij elkaar. Ja, maar die villagers, die moeten hierboven blijven. Waarom? Erik-Jan, is er weer wat veranderd daaraan? Hier nu niet. Wat is dit dan? Wat is dit? Ja, moeten ze dan eruit komen. Wat is dit dan? Erik-Jan, dat kan niet. Hallo! Wat is dit dan? Wat moet dit voorstellen? Ja? Dit. Gewoon een kantoortje of zo, weet ik veel. Kantoortje in een fabriek? Dat heb ik nog nooit gehoord. Gewoon mensen, ja, weet ik veel. Nou ja, dit is mijn fabriek, super gezellig. Alleen wel raar dat in één keer weer twee villetjes eruit zijn. Dan zet je ze toch vast of zo? Ja, dat heeft hij dus gedaan. B
Maar ze zijn dus ontsnapt. Hoe? Ik heb geen idee. En de andere keer was er ook al schilderij weg en een tafel weg. Dus of een stoel. Dus ja, dat is wel een beetje apart. Maar... spoken. Ja, denk ik. Al die deuren. Bam, bam, bam. Klik, 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 klik. Nou, vliegt er alweer. Dit hebben ze ook nog niet gezien. Mogen ze de woonwijken nog zien? Waarom niet, denk ik. Dat weet ik niet. Kijk. Wat? Hier heb ik ook een beetje haar geholpen, heel klein beetje. Ja, het gebouw. Dit gebouw is af, willen jullie die zien of niet? Van de binnenkant? Ja. Ja, is goed. Ik heb hem niet gezien dus. Nou, hoi. Meneer. Jij hebt echt hier met witte villagers. Hier, Cody heeft gewoon zonder te merken, heeft hij gewoon een alpha lift. Als jij aan de kant gaat, heeft hij een alpha lift gemaakt. Gewoon science en water. Dat is science, dat is mijn idee. Nou en? Ja, nou, dit zijn drie mensen die zijn heel hard aan het werk, zoals je kunt zien. Ze doen geen ene fuck, maar... heb je Bolly? Bolly! Hé, waar is Bolly? Ja, die is toch een bovenverdieping, hè? Kom dan. Ik heb te laat om te zwemmen. Gast, ga gewoon zwemmen. Is hier Bolly? De deur dicht, zo. Nou ja, en dan heb je hier dus Bolly. Ja, was voor een verhaal. Dus storyline. Ja, wanneer... Hey, Erik-Jan, wanneer film jij eigenlijk eens? Dat zie je wel, Kim. Ja, we moeten even storyline doen. Kom, we gaan. Deur dicht alsjeblieft, want anders dan ontsnappen ze. Verdrinken ze, want is al... roleplay van maken? Nee, als ze in het water gaan, dan zakken ze gewoon naar beneden. Ja, maar er was ook iemand een keer doodgegaan, die ging... Oeh, Bo, wat is dit? Ja. Mag ik hierin kijken of niet? Ja, hier woont Klaas-Jan. Oh ja, die. Alsjeblieft, kan u nemen een buurman die Hendrik Toost heeft. Gewoon omdat... Ja. Oh ja, hier. Omdat we heel veel dingen van oude zitten te brengen in dit. Weet je wat ik zo leuk vind aan Lens? Hier staat wel, Klaas-Jan. Hey, dan kom, we gaan. Wacht, wat? Als we het over WCE hebben. Cody, ben jij nog steeds blij? Wat? Ja, echt blij, want... Astold. Ben je nog steeds blij? Nee, niet meer, man. Nee, ben je verdrietig altijd? Je hebt me nu boos gemaakt. Zoals je ziet, daar. Kijk eens die kant op. Eén van de coolste gebouw van de Cody. Eigenlijk wel de coolste. Mega gebouw, maar dat is hier gewoon gebouwd. Dat is mijn kasteel. Ik vind het steeds een titatolo het over naar lijken. Het is waar. Nou kom, dan gaan we daarheen, denk ik. Yay. Ja, nee. Eerst nog wat anders. Ik heb hier nog nieuwe huizen gemaakt. Waarom ben ik zo snel? What the fuck, ik heb speed 1. Nou, kijk, hier hier. Een paar nieuwe huizen. Deze... En daar is nog heel één. Mooi. Van deze heel satisfying. Ja. Wat? Nou, en deze is heel mooi. Van deze heel satisfying, om een of andere. Ja, bovenaan de berg hebben we nog een kleine. Welk huis vind je satisfying? Deze twee. Deze. Oh, ja, omdat ze blauw zijn. Nee. En daarboven hebben we nog een klein hotelletje, maar dat is een beetje ver lopen. Maar... Trivago, je moet er nog aan heen. Ik ga sowieso de hele hotel maken die ga ik Trivago noemen. Serieus, dat wou ik serieus ook doen. Oh. Jan, dat zei er wat. Ja, I know, Cody zei dat gisteren, Jan. Man, gaat mijn idee van 5 jaar geleden of zo. Ah, jij mag het wel hebben, joh. Zie je me boeien? Jongens, waar gaan jullie nou heen? Voor mij had ik dat in dat gefaalde video gezegd, van oktober. Nou, kom, dan gaan we naar boven. Hebben we hier een balkon? Nee, deze. Ik merk hem als een gek. Echt, sorry mensen. Van Gaming Dub. Hier hebben we een balkon. Smash the like button. Gezellig. Balkonnetje, mooi, heel mooi. Oh, ik zit op de bovenverdieping. Nou, Rick. Nou, kom, dan gaan we naar beneden, jongens. Als die deur dicht kan, hè. Oh, nee, dat wil ik niet doen. Wat deed je dan? Ja, ik open per ongeluk die kist. Dan kan ik die deur dicht doen. Wacht niet, dan wordt deze man boos. Leuk voor die man, ik dood hem. Oh, Rick, toch. Wat ben ik toch een rebel? Rebar! Oh, hier heb je nog een paar andere huizen en zo, maar ja, dat is al van niet 10 jaar geleden of zo. 50 weken, uren, dagen. Nou, dan gaan we naar het mooiste wat ik zelf heb gebouwd, vind ik zelf. Oké, dan gaan we naar deze fontein, inderdaad. Ja, wow. Deze brug.
Ja, wow! Oh, kijk, dat is mooi. Dan gaan we naar het mooiste wat we gebouwd hebben. Niet dit gebouw, gewoon de fontein. Jongens, rustig lopen. Laat mij als eerste, nee, jongens, jongen. Niet voorgaan. Wij mogen niet zomaar naar binnen, hè? Jongen, ik ben gewoon een cameragast. Ik ben geen persoon. Toestemming vragen. Ik ben een persoon. Ik ben geen persoon, ik ben een camera. Ja. Mogen wij erin? Rustig, sluipen. Goedemiddag, goedemiddag. Goedenavond, sorry. Je moet mij niet als persoon rekenen, hè? Ik ben gewoon een camera. Ja, ik loop gewoon met hem mee, dus. Ja, hier kun je naar boven en zo. Het is gewoon hartstikke mooi. En dan heb je hier nog waar je kunt staan, zeg maar, en zo. Maar kom, we gaan naar beneden. Daarboven is het wel een beetje donker. Ja, er wordt nog aan gewerkt, het is nog niet af. WIP. Ik kan niet zomaar... En zoals je ziet, hier zijn mijn ridders. Ja, zoals je ziet, ik weet niet waar jullie zijn. Oh, ja. Helden. Zoals je ziet, mijn ridders. Hebben ze namen? Nee, nog niet. Oh, ik dacht wel dat het een Truus heet of zo. Nee, echt van pad af. Rust hem op. Hey. Nou, even vragen of we hier naar binnen mogen. Even vragen, jongens. Hey. Ik ben een camera, hè? Ja, het zo. Maar goed, ja. Ja, kom maar. Ik kan eigenlijk niet praten, ik zit achter een computerscherm. Nou, jongens, is mijn gigantische boekenkast. En hier nog. Belangrijk. Maar mag ik iets vragen? Waar moet de koning vragen aan de wachters voor toestemming? Ja. Als jullie naar binnen mogen. Nou, dat bepaal jij toch? Wie is de koning? Ja. Wie is de koning? Dat ben jij toch? Waarom moeten wachters dat betalen? Bepalen? Ja, die doen. Wat moet ze anders doen? Bewaken. Beetje dom staan. Letterlijke naam. Oh, hi. Nou, dit is mijn troon, jongens. Ben zo terug. Praat maar gewoon door. Oké, what the fuck. Mijn troon. Hallo, heer Cody. Jan. Hallo, Cody. Hoe is het met je? Dat is verkeerde ding. Ik hoorde het zwart. Oké, okay, ik ben er weer. Hey, jongens, dit is mijn troon. Zit ik ook niet. Mijn troon, jongens. Ik kan nu niet buigen. Ik heb nog steeds last van mijn rug. Oké. Okay. Nou, maar jongens, we gaan weer door. Naar boven. Ja, maar ik stil nog helemaal niet af. Wist je nog dat je omhoog moest gaan? Ja, nou, dat wordt iets later. Lol. Video gaat voor. Ja. Wow, waar zijn we? Ga nog, Cody. Ga gedaan nog. Ja, als je jongen, serie, Erik kan me maar... We moeten altijd... Nou, kijk maar eens één keer in de kist. Gewoon een random kist. Meloen. Ja. Wat een verrassing. Allemaal vol met meloenen. Is mijn opslag. Want een meloenen koning moet natuurlijk wel een meloenenopslag hebben, dus ja. De reden dat hij meloen is, ja, is omdat hij meloen gewoon een leuk item vond. Ja, hij wordt nu geroepen. We zijn volgens mij net klaar met Clycarry, dus dat is perfect. Ja. Is verder nog iets te melden? En code over? Één dingetje. Geen dingetje, jongens. Allerlaatste. Kom maar eens hier mee naar boven. Zo, in dit. Ja. Deur alsjeblieft dicht, want dat vind ik altijd fijn. Ja, we moeten er toch nog uit, dus dan doen we dat wel als hij eruit gaat. Nou, hier kun je naar buiten. Finish ik. Hier gaan later ook nog bewakers en zo staan voor de. Ik vind dat mosje cobblestone idee vind ik wel echt supergoed. Moeten we ook doen met onze jungle. Nou, hier kun je dan ook nog staan. En daar beneden kun je ook nog staan, dus dubbele bewaking. En hier heb je een beetje uitzicht over... Dat wordt vet voor oorlogen, als iemand aanvalt. Dat je via de boot. Ja, precies. Ja, mijn bewakers die staan dan hier. Je kunt doen een boot aanval. Ik hoop echt hier? Dat dit ooit een public server wordt, hè. Echt vet. Hé, hey, hierzo komt dat bewakers. Maar niemand gaat gewoon in mijn land. Niemand gaat de boot joinen. Jongens, kijk nou even naar beneden. Kijk, hier staan dan zo bewakers te schieten en van boven. Wow. En, zo heel chill zijn als er spelers dan bewakers willen zijn. Pas niet. Oh. Sowieso niet. Nou, maar jongens. Gaan we weer, dat was het wel hier zo een beetje. Wat vinden jullie van mijn kasteel of zo? Ik vind hem cool. Alleen, ik vind hem wel klein. Ja, niet overal klein, ik vind de torens klein. Dat is het enige. Dat kan. Ik vind ze zo dun. Ja, dat is wel. Kijk die daken vergeleken met de toren. Dat vind ik, ik vind dat niet mooi. Dat is het enige. Ik vind het wel cool. Maar het enige wat ik gewoon... Ja, ik vind het vet. Ik vind die daken... Ja, maar dat is te groot. Dat vind ik niet mooi. Ik weet niet waarom. Ik vind dat gewoon... Het is niet mijn ding. Dus misschien is het jouw ding. Misschien is het jouw ding. Dan vind ik het wel goed. Maar ik vind het niet mooi.
Ik vind de muren omheen ook vet. Ja, die vind ik wel vet. Mm-hmm. Alleen, nog een probleempje daarmee. Ik denk dat die ook een beetje te laag is. Maar dat, nogmaals, dat vind ik. Kijk, het is wel leuk allemaal, maar je kan wel makkelijk op dat kasteel schieten. Je kan alleen de onderkant niet schieten. Nou, maar ik ga, sorry. Oké, ja, geef niet. Wij laten dan nog wel de brug zien en shit. Okay. De onderling? Die nieuwe brug naar de jungle of zo, laat ik dat maar gewoon zien, inderdaad. Oké. Dongling, niks. Nou, jawel, wel iets gebeurd. Dongling, dat is mijn derde stap. Dus. Doei, tot morgen. Ik doe op film trouwens, zo meteen even. Ja, als je dat niet erg vindt. Dan hadden we een showcase, maar ik wil gewoon even wat bouwen. Want ik. Oh, ik. De mug, Nonnie! Ja, dood. Wist je dat niet? Ik heb al iets van vijf muggenbulten gehad vandaag. Bam! Dood! Dank je, Erik-Jan. Dat is weer een mug minder in de maatschappij. En ik pak hem even, kom hier. En. Het raam uit, doei! Weet je wat ik doe? Ik jaag wat in de andere kamers in. Gisteren zo, mijn broer. Ja, ik vind die mug echt irritant. Daarna jaag gewoon een mug naar zijn kamer toe. Dus dit is de binnenkant. Hoe vind je mijn binnenkant eerlijk? Oh. Ik bedoel dan de vloer. Ik vind dit wel heel leuk. Ja, ik vind het ook wel cool. Maar de vloer, ik vind dat vet. Nee, ik hou niet zo van wollen vloeren. Nee, je houdt nergens van. Of dit dan. Dit vind ik ook wel cool. Dat heb ik zelf bedacht. Dit vind ik wel goed, dit vind ik wel mooi. Dit vind ik leuk. Dit is eigenlijk, je weet wel, zo'n gat, hoe heet dat, zo'n gast. Fornuis. Nee, met vier van die dingen, maar deze heeft er 9 en dit is een sink. Ik vind het ook cool, beetje detail, zit een beetje water in. En dit was geen andere manier, dus, Donling, dat was Donling. Forcia! Fucking veel gebeurd. Eigenlijk wel. Ik ga naar het station. Zelfs jij vindt het gewoon. Ik laat hem wel. Maar dit is even makkelijker voor de video. Wat? Ik laat de warp wel bouwen, maar dit is gewoon makkelijker voor nooit. De video. Ik ga het echt nooit doen. Ik vind dat echt veel alleen, leuker. Alleen per ongeluk. Ik vind dat echt stom. Wel? Ik vind het stom en onrealistisch. Ik heb eigenlijk geen idee wat de fuck ik moet laten zien. Wat is hier gebeurd? Nou, dan doe ik het zelf. Oké, doe maar. Jij weet het niet, dus daarom dacht ik dat ik het ging doen. Dus. Ik heb hier een paarden. Twee paarden rondlopen. En maar ja, hallo, waarom vlieg je dan weer? Oké, kom naar het station. Ik ben iedereen kwijt. Station! En ondertussen, weet je wat ik ook best wel satisfying vind? Wat? Nou, jij geeft die rondleiding en ik heb van die Minecraft Creative muziek aan, die altijd zo'n 10 uur duurt. Lord, ik heb best lasagne aan. Nee, maar je weet wel, die Minecraft muziek, die creative muziek. Niet die nostalgia creative. Dit heb je al laten zien. Trouwens mensen, vorige keer waren we Easter eggs vergeten. Deze hadden we waren vergeten. Nee. Oké, mag ik anders laten zien wat je gemaakt hebt? Maar ik weet het al zo ook wel weer nu. Oké, wat dan? Ja, dan maar dan. Ja, de paarden. De huizen, extra huizen. Laat het gewoon zien. Waar vlieg je? Oké, nou we gaan eens hierheen. Zijn jullie er onder? Dan ga ik slobber. Nou, wil je staan? Oké, dan ga ik wel zo. Of je zet je speed gewoon lager. Waarom? Ja, nou? Oké, ik heb die bomen neergezet, ik weet niet of ik dat al heb laten zien. Denk bomen? Het? Ja, heb je al laten zien met die Easter egg video. En dan heb ik die huizen daar ook laten zien, denk ik, hè? Ja, want toen met die Easter eggs, een van die bomen is een Easter egg, dus dat heb je sowieso laten zien. Dit vind ik wel cool, dit heb je voor mij veranderd. Dit was de vorige keer niet zo. Ditte. Blijf geweest? Nee, serieus, vorige keer niet. Oké, nou, hij heeft dus paarden erbij, moet ik even snel naartoe. Erik-Jan heeft niet veel gedaan, omdat hij te veel bezig was met Smash. Dank je. Nee, het is zo! Het is zo, ik vind Smash gewoon fucking leuk. Nou, waarom zeg je dan zo'n boos dankje? Dit is, Arend. Ha, ik onthoud de naam! Ik heb het extra met 2 A's gedaan, dat vond ik grappig. Ja, en... Steve! Goh, ik heb fucking Steve als vervaker, dus dat wil je nog meer? Alex. Nee. En Nudes. Ik dacht dat je binnen. Nou ja, ik vind. En hier hebben we
En zonder naam. En hij is weer terug trouwens. Ik weet niet of we dat al hebben gezien. Ja. Of gezegd. Trouwens, ik moet zeggen. Even kijken. Noem eens een dood kanaal. Game kanaal. Oké, jongen, jouw village is net zo dood als Game kanaal. Ik bedoel, er is gewoon niemand. Alleen deze gast. Dit is de enige persoon die er is. Dank u. Dat maakt mijn hartje weer blij. Oké, nou, we gaan dus naar hoe je het vergeten bent. We gaan naar het Forsia gebouw. Oh, dat is satisfying. Dat huis! Dat is satisfying. Dat ik film nu het Forsia gebouw. En met die Manius. Manius Toren. Manius Toren. Boeien. Heet het Manius Toren, niet het Forsia. Je hebt het zelf Manius. Mania. Ja. Ik laat het even van de buitenkant zien, want het is niet zo belangrijk, want het zijn gewoon verdiepingen. Het hebben we kapot gemaakt tijdens de random tick speed. Ja, door de glowstone. Ja, het is een beetje hetzelfde als de andere verdiepingen, dus daarom verdiep ik mij. Ik ben op zich al best ver, moet alleen nog een paar verdiepingen. Rikant, daarom verdiep ik mij weet er niet weet in. Weet je waar ik wil filmen? Oh. Ik kom mijn grap op. Daarom verdiep ik mij er niet in. Heb je? Want ik wou dit even filmen. Aangezien ik hier echt bijna mee. Ho, jullie hebben niks gezien. Ik ga even dit doen. Want ik ben echt. Maar ik ben bijna klaar met deze. Ik moet nog één verdieping van deze en dan ben ik klaar met dit gebouw. Dus dat wou ik nu even gaan doen op video. Ik dacht misschien is dat wel leuk. Oké, leuk. Even pakken wat ik nodig ben. Video kijken, je weet wel van wat. Nodig ben, even pakken. Ja, oké. Ik ga wel video kijken, je weet wel van wat. Ik ben de verdieping omhoog. Verdieping omhoog. Wacht even. Ja, ik was even bezig met video kijken, je weet wel welke. Ja, ja. Ik vind het gewoon heel mooi. Pik. Is het goed zo? Ik vind het wel exact hetzelfde hebben als Filipijn Honden. Ja. Oké. Okay. Nee, is niet goed. Oké. Okay. En dan gaan we dit. Oké, okay. Dit ding is klaar. Het hotel, nee, de flats, het appartement zijn nu geopend. Het is af, nu. Okay. Dus je kunt hier dus nu in wonen. Oké. Okay. Nou ja, ook daar ben ik dus klaar mee. En nu belangrijk. En nu gaan we hier even heen, want ik weet nu weer wat het is. Maar, nou, het is er niet af, though. Dat je het vergeten was. Ja, nou en? Ja, ik was niet vergeten, maar ik dacht dat je het was voor laat zien als het echt af is. Ga vieren. Er is zelfs nog even. Dat nog is toch juist satisfying? Nee, niet vliegen. Volg mij, bitch. Nee, satisfying. Je bent toch een camera? Dan mag ik vliegen. Nee, niet sneller dan mij, bedoel ik. Nou, we gaan eens hierheen. Jullie kennen wel het handige gebouw. Nou ja, ik ga verplaatsen naar dit hier. Hier ben ik de laatste heel veel mee bezig. Hij is echt vet. Dank je. Dat vind ik aardig van je. Nou, dit is dus. Kon ik dit maar bouwen? Wat? Kon ik dit maar bouwen? Dit is helemaal niet zo moeilijk. Die voorkant heb ik al heel lang over gedaan. Nou, maar voor mij wel. Ik kan dit echt helemaal niet. Ja, ik kan het wel maken, maar niet de idee. Ik vind die voorkant ook echt best. Ik vind het alleen wel irritant dat dit de voorkant is. Dat vind ik wel een beetje dom van jou. Want omdraaien. De stad is daar en de voorkant is daar. Nee, dat makes lange sense. Ik kan hem omdraaien natuurlijk. Nou ja, jij, want ik heb er niet heel veel verstand van. Oh ja, mag ik dat doen of niet? Als je dat echt wil, ja, je doet maar. Ik wens je veel succes. Als het goed is, kan ik dat. Ja, zou ik wel fijn vinden. Ik weet niet zeker of ik het kan hoor. Ja, maar één ding though. Er staat die berg hier wel behoorlijk in de weg. Hier staat dan zo'n kleine kutberg. Halen we hem toch in een keer weg, help ik wel mee. Net zoals de Tweede Kamer, we gaan zoiets doen. United Nations, ja, dat soort dingen. Ja. Post 2, rotate. Zo, volgens mij. Rotate 90. Wat was 180, het? Nou? 180. Flip. Wat nee, rotate. Nou? Nee, rotate zegt hij. Oh ja, // rotate. Ja. 180. //copy. Oh, //copy. //rotate. Het is een space, het is kut.
Nee, dat kan niet. Rotate 180. Clipboard has been rotated. Is hij heeft hij gewerkt? Nee. Waarom doet hij dat? That makes no sense at all. Hè? Rotate. Nee. Right. We zijn er weer. Cut. Sorry mensen, ik had per ongeluk video weggedaan. Ja, we waren er al, maar slash paste, oké? Okay? Mijn slash is cut, niet als copy. Oh wat mooi. Ja, oh, ja, ik heb het wel goed. Ik heb het goed. Ja, undo maar. Slash. Ja, weet je wat ook cut? Hele ding weg. Slash rotate. 180. Slash paste. Diep omhoog, hè? Dat hij nog wel dezelfde plek staat, hè? Yep. Wat? Waar is hij? Hij zit in de grond! Oh god, dat gaat wel heel... Je moet niet bewegen! Je hebt hem helemaal niet... Stop! Undo hem! Je hebt hem helemaal niet goed... Je hebt hem helemaal niet goed geselecteerd! Deze dingen waren geen... Jij bent niet goed geselecteerd! Oh god, die buttons zijn ook weg, dan moet ik die herplacen. Anders moet je de hele gebouw opnieuw bouwen, bitch. Nou ja, dat een andere keer. Je hebt hem niet eens goed geselecteerd. Nee, selecteer hem goed. Geselecteerd. Gast, deze dingen blijven toch? Kijk waar ik sta dan. Je zit er nog naast. Post 2. Nee, ik sta er goed. Kijk dan, ik sta er toch fucking goed. Ga voor de zekerheid en dan verder. Nee. Slash. Kijk, nu gaan ze weg. Doei. Slash. Rotate. 180. Slash. Paste. Heb ik hem nou goed? Kijk eens af. Oh, ik snap het al. Ik snap het al. Nee, vanaf het midden. Ik moet ook de andere kant op. Nee. Slash paste. Oké, dit gaat even rotwerk worden. Staat hij zo goed? Staat hij zo goed? Of vliegt hij? Vliegt. Hoeveel blokken? Eén. Niet idee joh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 blokken vliegt hij. Oké, dan zou die nu goed moeten zijn. Undo, slash paste. Dan zou die nu goed moeten zijn. Ja, hij is goed. Ja, want er staat 96. Min 5 is 91. Oké, volgende. Warp. Force your bunker. Working for us. Gaan we dat niet laten zien? Nee. Go. Is gestrongeld, dat is het wel. Go. Verandering. Ik hoor een villager, dat is logisch. Alle villagers zijn bijna weg, er zijn er nu 30. En dit huis. Ik heb een huis bij. Binnenkort komen er meer huizen, want Erika vond het simpel. Warp, iets, niks gebeurt. Iron Man, ja, ik neem deze, niks gebeurt. Jungoni. Oké. Jungoni is eigenlijk helemaal niks gebeurd. Rick. Ja, wat? Kan je wat voor me doen? Ja, wat? TP is. Wat? Is het hier zo gat? Kun je daar misschien gas plaatsen, alsjeblieft? Nee. Ik moet dat weer allemaal doen. Hé, grapje, ik doe het wel. Nee. Slash set gas. Ik heb het al gedaan. Zo, alsjeblieft. Oké, dankjewel. Fix ik later wel dit hier. Nee, heb ik al gedaan. Helemaal niet. Ach, ik doe het wel. Slash. Gras. Ja, kijk, nu is het goed. Ha, wannabe. Oké, warp Jungoni. Niks gebeurt verder. Eén ding, ik ga het nu met dit junglegebied ga ik nu met Cody doen. En want het is super dicht bij Cody, heb ik al gezegd. En ja, we delen Cody. Ik krijg een klein stukje.
Dat hij dat zo graag wil. Niet echt super groot of zo. Oké, nou, dit is een brug. Cody wou ik dat gewoon niet zien. Gewoon een brug. Ja, een mooie brug. Ja. Alleen steunpalen zitten er nog steeds niet onder. Moet binnenkort eens gebeuren. Oké, volgende barp is Kotsland niks. Laka niks. Niks. Lol. Oh, daar gaan we, Erik Jan. Oh my god. Ik tip even gewoon aan jou. Op de lijn. Mijn grootste project. Waar ik mee ben. Of ja, een van de grootste zijn. Ik, fucking eiland! Nee, ik heb 2%. Oh, 2%. Ik heb 2 projecten. Of ik heb 2 grootste projecten. De eerste is dit. En dat laat ik wel zien. Want je denkt zo van. Gewoon een doodnormale stad of doodnormale eiland, toch? Is ik aan? Ja. Ja, dacht ik wel. Ik dacht echt van. Hé, nou, hey! Ik heb het vak. Totdat je in Game of 3 gaat. En dan zie je dat ik een hele ondergrondse bos ga maken. En daarbij ga ik een stad maken. Ik ga dus een ondergrondse stad maken. Hij heet gewoon Mazdma. Dat ik er gewoon mooi vind ofzo. Oh, is dat serieus een echte naam? Ja. Ik dacht dat is een VIP-naam. Ja, ik weet ook niet. Ik heb, duizend keer aan je gevraagd. Wat is een goede naam? En jij zegt niks. Laat maar raden, het is een slechte naam. Urfdania. Urfdania, dat klinkt echt zo stom. Undertale. The Underground. Undertalia. Ja, dat wil je zo gek om noemen. Ja? Ik ga hem Undertalia noemen. Je weet het er serieus om, Undertalia. Delwarp. Set warp een de het hoofdletter? Wat maakt het nou uit? Dat nou, steennaam, noem het hoofdletter. Nee, dat niet. Je hebt alleen maar kleine letters en daar word ik echt helemaal artistisch van. Ja, jammer dan. Hey, niet spotten, hè? Ik heb het zelf. Hè? Niet spotten, ik heb het zelf. Je weet toch dat ik het misschien ook heb? Misschien ja. Dus als je. Dus je mag ook het N-woord zeggen als je misschien zwart bent. Oké, ik ben misschien zwart. Ja, nee, heel logisch. Hard. Dus hoe vind je dit nou eigenlijk? Ik vond het. Dat is niet echt, oké. Er is ook nooit iets positiefs te winnen. Gaat dit ertussen? Ik zie het niet. Forcia, Dondeling, Forcia, go. Oh, Andertalia, oké. Ja, ik weet niet waar ik even zit thuis doen, of ga je het nog helemaal uitbreiden? Ik heb 1000 keer gezegd dat dit voor CO2-uitstoot is en voor populatievermindering en voor mineralen. Dat heb ik 1 miljoen keer gezegd. Ja, oké. Maar waar komen de huizen? De omheen. Ik ben nog lang niet klaar hoor. Maar wat is eigenlijk mijn grootste project? Ik denk op dit moment nog wel op de Mania Store. Nog Ooga Booga, wat was dat? Oh ja, dat was ook een. Oh ja, nee, die hebben we al laten zien. Plane niks gebeurd, Plantoid niks. Plantoid 2-2 niks, Rabbit Island niks, Rantong. Best wel veel gebeurd. Het andere grote project was hier. Dat was? Wauw, dat je dat niet meer weet. Nee, sorry. Hey, what the fuck? Nanny? Heb je verplaatst hier? Ja. Glaas huisje, ja. Ik heb een grote vermindering gehad met villagers, omdat ik er wel een beetje zat ben met de lag. Maar nu gaan we naar het grootste project. Basically, natuurlijk. Ik heb dus mijn troonzaal, heb ik dus, of één van de grootste projecten, ondergrondse vond ik wel de grootste eigenlijk. Erik Jan was het weer vergeten en nu weet hij het weer. Hier heb ik dus een piramide. En ik zat te denken, troonzaal, hè? Nou, dit is dus mijn troonzaal, nog steeds hetzelfde. Alleen, ik heb nu botjes. Hier heb ik botjes. Jungle met Cody doen of zo. Huizen op GoGoGo afmaken. Piramide afmaken. Want dat gaan we zo kijken. Ondergrondse stad afmaken. Ik laat jullie zien. Dit is dus mijn troonzaal. Dat is wel logisch. Hoe vind je mijn troonzaal? Lekker. Oké, dank u. En nu gaan we dus naar een van de grootste projecten. Je hebt het al kunnen zien. Piramide afmaken. Ik zat te denken. Ik heb een huis nodig, Erik Jan heeft al een huis, Cody heeft al een huis, Rick heeft al een huis, ik heb nog geen huis.
En ik wil graag groot wonen, dus laten we... Echt fucking grappig. Wij hebben gewoon een mooi simpel huisje, omdat we zijn zo vaak bezig. Ik een stuk op jou, ja. Als u... Hij is nog niet klaar, zoals je ziet. Maar dit wordt mijn huis. Er is nog geen ingang. Ik zeg toch dat hij niet af is. Zal wat in? Nee. Er zit niks in. Ik ben nog niet klaar met de piramide. Dit is dus... Het. Wat? Dikke bosbrand. Ik haal het al weg. Nou. Haal die lies ook even weg. Anyway, dit is dus mijn piramide. Hier ga ik in wonen. Lekker groot. Waarschijnlijk door dit gaat iedereen nou groot wonen. Nee, ik heb mijn kasteel, dus dat chill ik wel vaak. Ja, ik wil wel. Ik heb mijn fucking toren. Ik ben niet voor niks een koning, dus ik wil groot wonen. Kijk. Lord, ik ben toch een lord. Wat maakt dat nou uit, Erik-Jan? We noemen dat het koning. Nou ja, oké, okay, I guess. Wat is een lord dan? Heer. Wat is een heer? Een leider. Wat is een leider? Dat is verschillend. Koning. Goed zo! Ik ben een keizer. Ja, lekker handig, F8. Ik ben een beetje zat van Ben. Nou. Die telkens met dat ding in mijn hoofd zit van, ik moet die toren afmaken. Nou, waarom doe je... Ik heb dat miljoenen keer gezegd als je smash doet. Waarom doe je smash als je de toren af wilt maken? Ik wil help! Dus ja, dat is wel eigenlijk alles wat ik heb gemaakt. Verder niet zoveel. Ja, dat glazen huis heb ik verplaatst. Anyway, dit is dus... Ik vind hem echt cool. Ik vind hem echt heel cool. En meer op de brandhof? Nee, niks anders. Ik heb er alleen maar gewerkt. Brandhof staat op de tweede lijst. Oh. Want die ondergrondse stad, dat heeft zo lang geduurd. Bomenwijk niks gebeurd, Sandina niks gebeurd, Sandoros nee. Tardanius, dat is een derde stad, gaan we niet heen. Is van mij toch? Ja, maar dat is niks interessants. Het is gewoon een village. Oké, okay, warp water. Dat is basically gewoon een monument die ik zag. Warp 3. Watunji is de. Nog een stad waar ik aan ga werken. Ja, ik heb veel steden, weet ik. Binnenkort komt hier een onderwaterstad. Ik ga een onderwaterstad maken. En WIP EA en niks gebeurt. Dus Erik-Jan, wat wil jij zeggen? Nog. Kom maar met al je kommer en kwel. Kom maar met al je comments. Als je iets leuks hebt... Ik kom er en kwel. Raymond, kom maar als je iets leuks hebt voor de video, zeg het dan. Vast is er niemand die dit kijkt, maar het maakt niet uit. Naastdag. Zeg, als je dit ziet, bloembollen. Nee, even serieus. Als je dit ziet... Laat weten wat je vindt van Lens, wat we doen. Fuck, de zombies zijn weg. Ja, ik ben even mijn hele populatie aan het uitmoorden wegens... Nou, niet aan het uitmoorden, ze zijn aan het verhuizen tussen haakjes. Doden en nieuwe inspannen. Oftewel doden en nieuwe inspannen. Wat ben jij weer leuk, hè? Hè? Leuk weer. Villagers, hinder wat villagers. Zo. Ga maar lekker wonen. Ga maar lekker wonen, jongens. Hinder wat villagers. Hinder wat villagers. Zo, ik wil Forge wel weer levendig maken, want er gewoon echt hele reet is hier. Ja, er zit ook gewoon niemand in het bos. Ga maar lekker in het bos lopen, jongens. Hier, hoppa. Waarschijnlijk lopen ze overal behalve het bos. Anyway, heb jij nog iets te melden? Ik weet het niet. Ik kan het. Weet je waar ik wel blij van ben? Ik heb die flat al, daar ben ik blij mee. Dat was het. Ja, nou. Oeps. Boeps. Anyway, zeg nog even in de comments als je iets leuks hebt. Dan maak ik het waarschijnlijk wel. Een interessante comment. Behalve Piemel, dat maakt het niet. Geen dikpik. Nee, jij wel. Maar okay. Ik bedoel van niet in een... hoe heet het? Geen haatcomment. Niet bouwen ofzo. Ik ga dat niet bouwen. Dat slaat echt nergens op. Waarschijnlijk is dat het al een beetje... Waarschijnlijk is dit het al een beetje, ja. Kijk. Waarschijnlijk is dat het al een beetje. Mensen kunnen het opvatten zoals. Dus doei mensen. Tot de volgende aflevering.